filmt hij al? Ja, hij filmt. Oh, nee, je mag niet kijken. Oké. Okay. Wij hebben vandaag een hele grote naked unboxing. Want wij gaan dus over precies 30 dagen gaan naar Curaçao. En we dachten, het is wel leuk om samen allemaal outfits en dingen. Ja, het is echt heel veel. En besef dat dit zomerkleding. Ja, het is super dun. Zomerkleding is heel dun. Dus we hebben allemaal dingetjes uitgezocht bij naked om mee te nemen naar Curaçao. Die gaan we openmaken. En we weten ook niet echt meer. Nee, ik weet het. Ja, nu waar jij het even doen wil, maar. Ja, zullen we daar dan mee beginnen? Gabbel maar eentje. Ja, deze had ik. Dat is mijn. Zo, ik had gelijk goed. Ik vind het gewoon chill ook als je bijvoorbeeld op die boot gaat. Als je op een boot gaat, als je vast niet, met je gezicht had. Ik heb dat ook. En dat het, of bij een feestje of zo, dat je niet met een te dure. Ik denk dat deze ook wel leuk zou zijn. Oh, die staat heel leuk. Heb jij die niet al zo eentje? Nee? Oh. Nou, ik had vroeger wel, even kijken hoor. Zo is van Reben, ja. Maar die heeft mijn broertje. Oh ja, is best wel leuk deze. Ik zal trouwens even alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik vind dat heel leuk bij jou staat. Nou, ik weet het niet hoor. Jawel. Ja? Ja, dat is heel leuk. Dit is een beetje zo classic. Ja, classic. Weet je wat ik hier een beetje vibe van krijg? Van dat Capri heet dat toch in Italië? Ja. Ik weet niet wel. Moet ik een beetje daaraan denken. Oh, die is wel leuk. Ja? Ja. Oké, gaan we, zullen we graaien en dan kijken wat eruit pakken? Ja, is goed. Nee, maar eerst graaien. Nee, ik mocht net. Is of voor jou of voor mij. Deze voor jou. Oh. Ik heb die ook. Zal ik die ook nog pakken? Heb je deze ook? Ja. Oh, dat is toevallig. Want ik had hem dus vorig jaar ook maar in de 34. En die was eigenlijk een beetje te groot. Oh. En dan kan, jij hebt nu 32. Ja. Oh, ik heb 36. Ook wel. Oh, jullie post. Ja, misschien is het een beetje te groot. Ja. Maar Lina kan je heet wassen. Dan werd je kleiner. Echt? Oh. We hebben allebei dit witte. Maar dit is echt, ik hou zo erg van linnen dingetjes. Ja. Maar ik vind het lekker over je bikini. Ja. Maar jij hebt al wel witte ook. Oh ja? Is wel zelfde. Zelfde? Ik heb hem in een 32. Ja, ik heb dus 36. Maar. En welke maat heb je normaal bij de Zara? Ik heb normaal bij de Zara 34. Bij de Zara heb ik bij broeken 38. Maar dat loopt dus uit en daarnaast eigenlijk 36. Dus dat is. Ja. Bij Zara heb ik altijd eigenlijk maat 37. Maar dat was haast. Ik heb een maat die niet bestaat. Maar dit vind ik ook leuk met een wit blouseje erop. Of met een streep blouseje. Maar dit kan ook leuk zijn voor s'avonds. Ja, dat kan je ook gewoon s'avonds aan. Wie wat is dit? Oh, ja, 32. Dat was van jou. Nou, dit was dus eigenlijk niet. Ja, ook wel voor Curaçao, maar ik denk dat het wel te warm is als het er zijn. Oh, is dat volgens mij een wilde ik deze ook bij? Maar ik dacht, ja, lange mouwen. Wel ja, leuk. Dacht ik ook, maar ik dacht, het is best leuk voor als we uit eten of zo gaan. Ja, die is heel leuk. Deem een beetje, ken je dat merk Rat en Boa? Oh, is heel duur. Dan niemand koopt dat. En achter. Het is wel een heel leuk zo'n jurk, vind ik. Als een sale. Ging er 10 euro op. Ik dacht, ja, 10 euro? Ja. Maar ik vond het ja, heel, heel leuk. Schattig. Ja, ik vind het een beetje open. Maar ook leuk met de bikini. Heel onder, ja, dat zo. Kan ook nog. Dus ja, heel leuk. Heb je nog wat voor jou? Ja, dit is ook voor jou. Toch? Ja. Oh ja, dit is een trui volgens mij. Ik heb meestal ook trui. Alleen een andere kleur. Echt? Ja. Welke maat had ik hier van? Oh ja. Maar dat kon niet aan. Ik heb volgens mij een grote van die gedaan. Echt? Ja, omdat ze die kleine niet hadden. Had die lange mouwen? Ja. Ik heb deze. Oh, ja. Die camera viel uit. Ik weet niet waar die is gebleven. Van jou? Van mij inderdaad, ja. Oh, is dat die? Ja, maar ik ja, jij hebt bronzen. Ja, jij hebt SM inderdaad. Ja, ik dacht misschien valt. Maar volgens mij zit er niet heel veel verschil in. Nee. Nou, valt echt een reuze mee. Het is echt amper verschil. Maar ik vond dit ook weer leuk op een bikinietje. Ja. Ik heb en, ook. Ja, ik weet niet. Dingen daarvoor. Maar je zoek, ik zoek ook heel vaak dingen uit voor over een bikini. Deze was jij ook. Ja, jij pas die bonus. Ja. Die is voor jou, denk ik. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is. Oh, dit is zo'n jurkje. Gewoon zo'n simpel jurkje. Dat is heel mooi. Ja, zo'n basic. Dat is ook mooi als je dan zo'n knot in hebt en dan die groene tas erbij. Ja, dat is heel leuk. En ja, groene hakjes of zo. Ja, ik heb dus ook. Ja, heb je groen? Nou, nee, ik heb wel oranje hakken. Oh, dat vind ik ook dat leuk. Maar deze dus. Dat het niet groot is? Maat, welke is het? Maat S. Nee, maat S, dat is wel goed hoor. En ik vind chill bij deze dat er zo'n rubber bandje zit. Ja. Oh, die is ook voor jou. Oh ja, die is ook voor mij. Dat vond ik zo jammer, ze hadden de broek niet meer. Maar ik vond die top zo leuk. Ik kan altijd nog kijken of die broek nog terugkomt. Ja. Maar dit is ook leuk met een witte linnenbroek. Ja, ik dacht, die top neem ik gewoon. En dan kijk ik wel. Ik heb toch
nog van Naked die gehaakte witte rok. Dat is ook leuk. Oh ja, dat is ook leuk. Ja, ik dacht, ik kan er altijd wat onder zoeken. Ja. Oh, een soort linnen. Ja. Oh, heel leuk. En ze hadden dus in deze print ook een broek ervan, zo'n wijde broek. Kan je naar het adelstadion? Ja, dan kan ik ook naar het adelstadion. Zit ik daar, oh, dood. Ja, ja, die vond ik ook cute. Dit is leuk met een iets wits ook eronder. Ja, en dit is maat 36. Oh, je kan die bandjes, ja, je kan de bandjes verstellen. Dat is beter. Ja. Dit is ook van jou. Ja. Meijer. Ja. Oh, dit is dat... Maar ze opdringen van alle. Nee, eerst stuurde ook allemaal dingen door naar mij eerst. Zij hebben dit helemaal niet. Ja, maar ik had dat in mijn favorieten gezet al eerder. Dus ik dacht, oh, dat stuur ik door. Alleen, ik had niet meer gekeken of het op voorraad was. Want toen was het wel nog. Maar ja, bij dit dacht ik, boeien. Dit is ook leuk op een... Ook leuk op een bikini. Maar dit is ook leuk met een shortje. Ja, daarom. Ik dacht, dit is ook altijd wel chill. Is die van Romee? Ja. Stride. Ik vind dit een groot restje voor een XS. Nou, ik ben blij dat ik een X6'je inderdaad heb genomen. Maar ik vind altijd dat ik had hier volgens mij het rokje ooit van. Echt? Weet je of die nog heb? Ik ga even nou, het zal wel niet. Ik denk dat dit voor jou is. Voor mij. Oh ja, linnen! Linnen! Ja, ik zag dit op bij die foto en ik kreeg hier helemaal Capri. Oh, nee. Wat is dat? Nou, heb ik een zonnebrilletje bij voor je. Helemaal Capri vibes van. Ik dacht met een zwart topje en dan van die... Chloe slippertjes eronder en dan heel leuk. Ja, een soort. Nou, en dan kan je het Capri brilletje ook erbij zetten. En doe ik zo helemaal mooi in al het haar. Ja, dat is leuk als je al die oor en een grote oorbellen of zo, van die gouden oorbellen. En dan zo'n zwart strak topje erop. Ja, dat is ik zag het helemaal voor me. In een 32. Ja, heel leuk. Ik heb deze helemaal niet gezien. Ja, die hoorde bij die blouse en dan had je er shortjes bij en lange broeken. It's red. Oh ja! Lijkt een soort hartje. Ja, het is ook een hartje. Oh. Het staat ook wel mijn hartvormig, ja, heart-shaped corset. Oh, kijk hoe schattig zo. Is heel leuk. Ja. Alleen ik hoop dat ik hem pas, want dit was de enige maar maat. Dit recht. Ja, daar heel erg mee. Dit is de maat 34. Heb je ook een reeks? Ik dacht inderdaad ook, het rekt mee. Dus ja joh, dit rekt super erg. Ja, dat pas je echt wel. Ja. Het is mooier als het wat strakker zit, want dan kan het een beetje... Ja, met dit scheelt dat ik niet grote tieten heb, want dan past het. Ja. Bralle? Van jou? Nee, is van jou. Van mij? Ja, dat denk ik. Nee. Dat denk ik. Ik volgens mij geen bralet hoor. Heb ik dit? Ja. Ja, dit heb jij. Echt? Dat denk ik zeker. Weet ik echt niet meer. En dan kan je deze in je nek. Want je hebt toch ook een zwarte lange oog? Oh ja, ik had dit inderdaad dat ik dacht, dit is wel een leuk basic topje soort van. Maar toch wel een beetje is heel sexy leuk. Vibe. Ook leuk voor mijn linnenbroek. Wij komen daar alleen maar in linnen. Maar dat is zo lekker. Ik hou ook echt van linnen. Oh ja. Dit is leuk hoor. Ja, ik vind het ook voor uitgaan of zo. Ja, dat past ook wel. Ja, dit is leuk. Ja, dat is echt leuk. XXS. Dat is echt een tongbreker. Ja, XXS, XX. Oeh, we zijn er bijna doorheen, denk ik. En deze van mij. Ja, die is van jou. Dit is een, ja, ik zag dus dat ze Levi's broekjes hadden. En oh, broekjes trouwens. Maar ik hoop dat deze past, want hij ziet er wel een beetje groot uit. Maar ik heb hem in een 24. En ik vind die shortjes wel altijd heel mooi. Ik vind het heel mooi, ja. Ik heb er ook een paar van vroeger, maar die zijn wel een beetje te gros geworden. Te gros? Te gros geworden. En normaal vind ik zulke donkere kleurtjes niet altijd leuk, maar... Nou, ik vind het soms nog wel leuk. Ja, je moet het even aanzien. Nou, en ik vind dit ook wel leuk voor een zon. Van die rafeltjes. Ja. Ja, ik hoop dat die past. 501. 501. Is dat de laatste? Nog niet. Oh nee, nog zeker niet. Nee? Er zit er nog maar in. Ja. Leek echt dat het klaar was. Ik dacht het ook. Oh ja, dit is ook top. Je had dus ook een broek bij, maar je had dus ook niet meer. Dat hoort het toch? Of niet? Nee, dit was een broek. Oh. Oh wel, nee, een lange broek was dit. Maar ik dacht nou, het is ook wel leuk met gewoon een witte broek. Witte alleen een broek. En ik vind het echt van die, ik weet niet, van die Curaçao kleurtjes of zo. Ja, yeah. Bon dia. Zou het heel dun. Curadijs kleurtjes. Zo is heel dun, ja. Ja, is heel dun. Wel pak bij haakje. Jazeker. Of een bikinietje. Ja, of een bikini. Vanaf je bikini heen. Ik vind het wel leuk. Wel leuke kleurtjes. Wat van. Ik heb een jurk. Maar dan pas je mij 32 ook wel. Ja. Als die 36 goed is. Helemaal leuk. Heel leuk.
Dat is omdat die maten zijn altijd anders. Eindeloze grammetjes. Maar die zit. Het is voor jou. Ja, volgens mij heb jij ook nog een lange korte rok. Is dat niet dit? Oh, dat is dit, ja. Ja, toch? Dat is die rok. Ja, voor met dat topje misschien. Ja, ja, inderdaad. Ja, met dit topje was dit. Dat was het. Eindelijk een set. We hadden het. Ja, dit was inderdaad met de split. Ja, heel leuk. Ja. Waarom had ik dit? Oh ja, het ziet er echt goed uit. Of wordt hij niet aansluitend te zijn? Jawel. Volgens mij wel. Sowieso de bovenkant natuurlijk. Oh nee. Oh, nou. Ja joh, dat lukt wel. Kijk maar. Ik moest nog even zo doen. Ik zat niet gewoon hier. Oh ja, dat lukt wel. Nou, ga zo even kijken. Ja, en de laatste, die denk ik ook voor jou. Oh, dus een bikini volgens mij. Helemaal geen basic zwarte bikini topjes. Maar dat is ook leuk, je kan hem ook ja, andersom dragen. Ja, andersom, zo inderdaad. Ja, hoe je nu hebt. Ja. Ik vind die topjes altijd wel chill. Ja, ik dacht gewoon zo'n gewoon een basic zwarte. Keur heeft dat topje aan. Ik heb deze aangetrokken. Ja, ik vind die kleur ook heel leuk. Ja, ik ben wel nog een beetje te bleek hiervoor. Ja, ik ben helemaal te bleek voor alles. En ik heb dat shortje aan en die past eigenlijk perfect. Perfectors. Ja, en hier heb je nog dan die rug een beetje een strikje. Helemaal leuk. Ik voel me echt een kind van 12 die winkeltje aan het spelen is. Nee, ik vind dit heel leuk. Ja, oké. Okay. On to the next. Oké, next. Ik doe ook het twee. Lijkt een beetje oranje hierop, of lijkt het maar zo? Ja, in het echt is wel echt rood. Ja, het is echt rood-rood. Hij is wel echt heel leuk. En hij past perfect. Ja. En ik heb die blouse met dat shirtje. Ja, die is ook echt leuk. Ik vind het shirtje wel een beetje lang. En dan ben ik echt benieuwd als ik hem zo ga trekken. Maar ik denk dat de lengte hetzelfde is wel, maar... Ja, en je kan ook dat niet keer te wijd is. Ook check. Tot nu toe pas alles. Ik wou net zeggen, we zijn gewoon toch wel. Oh, je bent heel overbelicht. Alweer. Oké, okay, ik heb alleen van broekje gewisseld, maar dat is gewoon dezelfde. Maar dan niet wit. Lekker plan. Dat topje. Maar dat topje is ook nog wel leuk op dit broekje. Ja, dat kan ook. Gewoon iets met wind in ieder geval. Ja. Dan heb je toch een beetje kleur. Alleen ook om hier een bikini onder te hebben. Dus wel meer voor de ja, dit is meer, ja, denk ik, avond inderdaad. Ja. Of lunch. Lunch. Een lunch outfit. Ja. En ik heb die linnen broek, die zit ook echt goed. Doe even ook deze maat. Ja, die is echt heel leuk. Maar dit kan je ook gewoon hier nog gewoon een leuk truitje of zo. Ook zo'n blouse. Nou, dat ziet helemaal. Dan krijg je een beetje Bloemendaal vibes. Ja, met die blouse. Kavri niet Bloemendaal. Ja, heel leuk. Ik denk dat topje ook maar leuk is. Waarom zeg, kijk deze maat. Het verschilt heel... Ja, het verschilt echt... die armen langer volgens mij. Het verschilt echt... Of verschilt het bijna... Minimaal verschil. Echt dat haar... Kijk, dit wil ik wel een fan. Dat is het zo hangt. Lookalike rat en boa jurkje aan. Ik weet, ik zal even zo... Ja, ga maar even staan. En dan zit hier een... Oeh! Zit hier een... Split? Ja, ik vind het heel leuk. Had inderdaad, had ik net zei, wel iets... Eentje kleiner. Ja, was dat iets strakker, maar... Nou, deze is ook heel leuk, hoor. Ja, hij had op zich wel eentje groter kwam, want ik vind het leuk als die iets losser valt. Maar kan je dat van... inderdaad niet doen met nou, hier zit hij zo vast. Oh. Dus ik kan alleen deze vlak losser doen. Ik heb mijn laatste outfit aan. Dat is deze hier. Ik heb natuurlijk ook nog die blauwe slippertjes. Oh ja, die past ook. Die Chloe. Ja, dat is leuk voor de hand, maar... Ja, en dan op je rug heb je dit, maar ik moet eventjes een plakbraadje dan doen, maar ja, heel leuk. En hij is ook niet zo heel dik. Nee, ik vind dat ook meevallen. Het valt op zich nog wel mee. Het is een heel licht stofje. En ik heb dan, deze. Ja, deze vind ik ook. Het is gewoon altijd goed. Ja, het is gewoon lekker basic. The last one. De laatste. En dan heeft hij dit. Ja, ik heb nu even BH aan, maar open. Gewoon een mooie open rug. Dit waren alle items die wij voor Curaçao hebben uitgekozen bij Naked. En ik heb natuurlijk voor jullie ook weer een kortingscode, maar die zal ik eventjes in de beschrijving zetten met alle linkjes van de items erbij, zodat jullie het makkelijk terug kunnen vinden. En dan zien we jullie in de Curaçao!